Hi. Ik heb de CC Nude Glow. Eindelijk. Staat er heel lang op mijn wishlist. En die gaan we proberen samen. Maar, let op. Nou, er komt niet heel veel uit. Het gebeurt me niet vaak. Deze is te licht. Ik kan hem dragen als ik hem helemaal uitsmeer, maar dan geeft hij echt heel weinig dekking. Nu heb ik de CC Cream Illuminate. Dit is de kleur. Fair Porcelain. En dit is Light. En Light is te donker. En toen dacht ik doe er gewoon een beetje van bij. En dan krijg je dit. We proberen het gewoon. Vind je niet? We proberen het gewoon. Het is niet een heel dekkend product. Maar deze kleur is heel goed voor mij. Oké. De formule is 2/3 Nude Glow en een klein beetje van die Illuminate erbij. En dan krijg ik een mooie kleur. Het is wel heel glimmend. Het lijkt een beetje op Huda Glow is. Maar op zich vind ik het wel een heel fijn product. Het is een lichte dekking. Want kijk, dit is altijd een beetje. Vind ik niet zo erg. En het rood op mijn neus komt er ook nog doorheen. Hier dip ik straks nog wel een beetje concealer bij. Ja, op zich mooi. Mijn huid ziet er mooi uit. Gewoon als huid. Wat goed gehydrateerd is, dat is niet vaak zo. Want ik heb natuurlijk echt een extreem droge huid. Overal hoor. Ik bedoel, als je mijn scheenbenen ziet, dat lijkt soms net een krakelee. Het voelt echt als schuurpapier soms. Nu heb ik het goed onder controle. Maar als ik het even een keer laat gaan, dan. Ja. Dit is wel iets wat me bevalt, denk ik, qua. Oeh, sorry, spiegel. It cosmetics partners with plastic surgeons and dermatologists to develop skin-loving solutions and clinically tested formulas. For a buildable nude glow, apply 1 tot 2 pumps onto skin using your favorite IT Cosmetics brush. Nou, die heb ik niet. Can be used as your foundation, concealer, moisturizer and daily SPF, based on your coverage needs. For best results, apply a smooth, even layer to your face
nek en décolleté voor complexion perfection. Oké. Okay. Color correcting medium coverage skin tint. Nee, medium, Brightening glow serum, dat geloof ik wel. Met SPF 40. Je doet niet genoeg op toch om dat eruit te halen. Oh, hier staat dezelfde beschrijving op. Oké. Dit is een Color Correcting Illuminating Full Coverage Cream. En het is een Hydrating and Anti-Aging Concealer. En dit is een Color Correcting Medium Coverage Skin Tint. Plus Brightening Glow Serum. En die Illuminating heeft SPS 50. Nou. Gecombineerd geeft de medium dekking. En heel veel glow. Dat klopt. Ik weet niet of die... het is ook een grotere tube. Zie je dat? Of die illuminating... full coverage is, maar dat hoeft voor mij ook niet. Hier doe ik nog wel een beetje concealer op. Anti-aging lijkt me fijn, maar ja, dan moet je het elke dag gebruiken. En ik heb heel veel foundations, dus ik probeer heel veel nieuwe. Dus ik, leuk als dat lukt, maar ik ga, als ik het op heb gemaakt... Die nude glow, als dat ooit opkomt. Dan koop ik wel een keer een donkerdere kleur. Maar dit is schijnt color correcting te zijn. Oké, je gezicht, mijn gezicht, het zit er nu zeg maar zo'n 7 minuten op. 6 minuten. En mijn gezicht voelt nog wel steeds tacky aan. Dus ik krijg dan de neiging om echt poeder op te doen. Ik moet zeggen, het voelt wel heel licht op de huid. Je voelt het niet zitten. Het ziet er ook niet uit als make-up, vind ik. Dus wat dat betreft ben ik blij dat ik het geprobeerd heb. En vind ik het proberen waard? Ja, zeker. Vond je deze speed review nou leuk? Laat een duimpje achter en abonneer op mijn kanaal. Dan kunnen we wat groeien. Vind ik leuk. En dan zie ik jullie bij de volgende. Doei!